Ja, dit is appartement 12. Vind je ze niet erg? Zie je dit? Maar ik zal auto even contact met ze opladen. Dus hier heb je wel een stukje wat de hoofdplafond is. Want dat is weer die vloer van 4,5 meter hoog. Ik maak hem oranje. Ik denk dat dat zelfs makkelijker gaat. Dit gaat over die, ook over de, soms over die kant. Ja, maar goed, dan moet je net naast de houten vloer gaan staan en dan. Deze is niet goed. Kijk, want hier heb je een hele tegel. Ja. Ik ook niet. Ik dacht hier over deze rand op, maar deze gaat toch goed. Ja, die is daar helemaal niet achterin. Maar het is hier. Ja. Ik vind deze, daar kan ik niks aan doen. Nee, als je weet, hij werkt niet. Het is geen CNC-machine waar het werkt. Maar deze is echt, ik heb het idee dat hij dat zo, op, en die heeft het zitten maar zo. Kan ook de verwerkingsvoorschriften van Iton wel even bijpakken. Daar staat dit detail in. Dat je maar overal niet gemaakt. Ja, die blind. En je laat het ook wel eens wat je niet aan het ziet. Hè? Maar dat is niet nieuw dat je het zo hoopt. Dan zit het plafond er hierin. Ja. Dat fout. Heb jij dat uitgezocht? Dat heb ik uitgezocht, ja. Wat is het? Het is Chileens plaatmateriaal. Underlayment, ja. Maar dan uit Chili. Dat veel vlakker is. Wat minder reparaties heeft. Dus het is in die zin zeg maar veel rustiger dan dat je normaal onderlemend. Je hebt ook Zweeds onderlemend. Dat is nog iets, dat is nog wel iets onrustiger. Van wat voor boom komt er dan? Pine. Het is een naalboom. Ja. Ja. Klant heel erg, hè? Ja. Ja, klopt. Maar het is wel, kijk, er zit relatief weinig, er zitten bijna geen moesten in. Hè? Het vlamt wel, dus het is heel tekenend. Daarom vind ik het ook mooi om dus die vlammen wel te zien, maar om ze door een whitewash zeg maar iets af te vlakken. Dus er komt een laagje meer de verf overheen waar je doorheen kijkt. Om het af te vlakken zodat je wel ziet dat het van hout gemaakt is. Ja. Maar dan gaat het ook wat meer zeg maar met de wanden samen, omdat als je die ook wit hebt of licht, ja. Dan gaan die meer samen. Maar je blijft het werk in het hout zien. Ja, juist. Daarom juist de vlam. Trouwens, fantastisch. We horen dat lawaai. Ja. Er wordt gewoon gewerkt. Er wordt gewoon doorgewerkt. Maar vooral binnen. Ja.